Hoi iedereen, ik ben Eline van Eline94 en ik heb vandaag weer een boekenvideo voor jullie. Ik heb de So Many Page boekbox van april, mei. En ik denk dat ik weet welk boek het is. En als het daar is, dan ben ik heel blij. En het is allemaal dit keer wat later in verband met... Is het scherp? In verband met Koningsdag was natuurlijk in april. Maar je hebt natuurlijk net Hemelvaart en zo gehad. En er waren wat pre-orders die allemaal begin van de maand verstuurd werden. Dus het is nu wat later. Maar dat vind ik niet erg, want ja, voor mij zorgt het ervoor dat ik gewoon alvast wel kan opnemen. Yay! Kijk hoe leuk trouwens deze tape is. Vind ik leuk. Het is papier. Nou, dat is al... Oeh, ik zie hier al een tote bag. Hey, deze zit er altijd bij. Vorige maand heb ik het niet laten zien, maar in mijn... wat ik heb gelezen boeken, liet ik ook een update van mijn To Be Read zien. Of, ja, dat is de Engelse volledige zin. To Be Read, ja. Maar dat boek heb ik volgens mij nog steeds niet hier liggen. Dus ineens denken, waar heb ik daar zelfs boeken? Maar... Die ene had ik hier niet bij liggen, dus die komt wel terug. Oeh, dit vind ik leuk. Als eerst een annotation guide. Ja, hier ben ik heel blij mee, want dit doe ik nu allemaal gewoon in een notitieblokje. Kunnen jullie het zien? Nee, tuurlijk niet. Misschien zo wat beter. Maar ja, dat is natuurlijk wel super handig. Dan hebben we hier het kaartje voor de foto challenge. En dit is dus hun aankondiging. En ja, sorry, maar als ik die bloemetjes zie, dan heb ik al meteen een idee. Ik heb geen idee wie de schrijfster is. Ja, Laura Roberts, dat is volgens mij wel de schrijfster. In ieder geval, die naam komt bekend voor. Oeh, de TBR cards. Het thema is de Nautilist. Ik voel me geroepen hiervoor. Maak even een moment stilte voor deze... expressie. Ik was echt super enthousiast de hele tijd over de tekeningen, maar ik vind dit een beetje... Ik wil niet negatief overkomen, maar ik denk dat bedenkelijk kijken toch wat moeilijk is. Als eerst hebben we... Oh, dat kan ik precies niet lezen. Lees een boek van een Nederlandse auteur. Ik zat te denken om deze kaarten ook in mijn TBR video te doen. Dan hebben we... Lees een boek dat is aanbevolen door iemand uit jouw omgeving. Nou, die heb ik tussen mijn prompts voor mij wel zitten. Lees een boek met een zwaard op de cover. En lees een boek met meer dan 400 pagina's. Nou, die vind ik wel leuke dingen. Sommige heb ik al tussen mijn kaartjes zitten. Ik heb ook een extra kommetje gemaakt in mijn swoefbeker. Of nee, niet swoef, zerobeker. Voor als ik even niks weet. Maar zoiets zou ook wel iets kunnen zijn. Dan zie ik hier de art. Het heeft wel iets of zo. Voor twee kanten. Ik ben er op twee manieren stapeltjes aan het maken. De spoilerkaart die gaan we nog even niet lezen. De auteursbrief ga ik ook nog even niet lezen. Dit is de tote bag. Ik gebruik mijn tote bag die in de vorige unboxing video zat echt superveel. Oeh, I like it. Oeh, dat ruikt lekker. Zit er nog iets drop of zo in? Of ruikt het gewoon bij So Many Pages gewoon heel lekker? Ik heb hier nog een fritje. De pin. Oeh. Dit is echt heel nice. Wat is dit? Oh, ik zie echt allemaal fancy dingen. Oh, een etui. Niet this. Ik ben een schrijver, zoals misschien sommigen van jullie al weten. Dat klinkt echt te overdreven. En etuietjes en allemaal dat soort dingen komen altijd van pas. Ik ga deze om mijn hoofd doen. En dan heb ik altijd een pen bij. Oh, dat ziet er eigenlijk nog best wel apart uit. Reader's Essentials. Kijk, dan kan ik hier gewoon een pennetje of zo in doen. Super handig. Oh yeah. Ik word hier blij van. Een zwaard. Ik heb een zwaard. Ik heb een zwaard.
Ik heb een zwaard. Wacht, ik ga maar van jullie. Ik weet niet. Het is echt helemaal niet handig hoe ik dit aan het proberen te scherpstellen ben. Oeh. Maar, I love dit zwaard. Oh yeah! Teppies! Deze kleur is helemaal echt nice. Love it. En een pen. Met een zwaard. Ik kan nooit genoeg pennen hebben. Ik hou van pennen. Als ik dan pennen weg doe, zijn het ook echt zo van... Ja, maar deze pen heb ik sentimentele waarde. Ja, maar deze pen ligt fijn in de hand. Ja, oké, die 1, 2, 3 inktpennen die kunnen wel weg. Het boek. Maar ga ik eerst over naar de auteursbrief. I'm so honored that you are reading my book. Oh, stond ook hi reader. Of he. Ja, hi. I hope you enjoy the story and the characters within as much as I do. Ja. It is. Mocht het de rest nog niet duidelijk zijn. Peyton and Kai will never fail to enthrall me with their banter and sheer denial of feelings. I hope this book is a comfort for you as well as a sweet escape from reality. So much love has been poured into each page. And I'm forever grateful that you're taking the time to read my words. I cannot wait to show you where the series goes. Things only get crazier from here. It is such a privilege. Mijn uitspraak is echt heel slecht. To write for you. And I hope to continue doing so many for so many years to come. Happy reading and thank you for coming on this journey with me. Laurie Roberts. Laurie? Laura? Ik kan dat niet lezen, want dat is een handtekening weer. Nou, voordat we de spoilerkaart gaan lezen. Ik wist het al. Als in, maar mocht het allemaal nog niet duidelijk zijn. Er komt of is net uitgekomen de Nederlandse vertaling van Powerless. En ik zie het. Oh my god. Kijk deze spray edges. Yes, yes, yes. Oh my god. Ja, dat is echt. I love these spray edges. Oh sorry, ik ging minder Engelse termen door. Ik hou van deze... gekleurde zijkant? Ik weet niet wat de Nederlandse vertaling is. Ja, ik snap wel gesprede zijkant, maar dat vind ik niet chill klinken. De binnenkant paars. Oh, en de voorkant ziet er gewoon hetzelfde uit als de flap over. Hoe heet dat eigenlijk? In het Engels noemen ze dit een dust cover. Ik weet niet hoe het in het Nederlands heet. Lauren Roberts, met een M. Laten we de spoilerkaart erbij pakken. Het is alweer tijd voor de mailbox. En wat is dit een gave? Als in, ik las het als een gave, als in een gift. Als in, vanuit hè, de gave hebben om iets. Maar het is een gave box. Cool. Dit keer had de box het thema rivalen en romantiek. In de box zul je dan ook het boek Powerless van Lauren Roberts vinden. In samenwerking met Pelkmans hebben we een speciale exclusieve... So Many Page editie weet te verkrijgen. Het boek verschijnt als een absoluut plaatje met sprayed edges. Ze vertalen het ook gewoon niet. Nergens anders te krijgen. Ook Lauren is zo lief geweest om een brief te schrijven voor onze lezers en een digitaal gesigneerd boekplate te voorzien. Is dat dan gewoon deze? Die sticker. In dit boek duik je in een fantastisch avontuurlijk verhaal. Met actie, spannende proeven en natuurlijk romantiek. Als eerst hebben we natuurlijk onze boxen TBR set van de maand. Met deze keer het thema de notulist. De TBR cards zijn gemaakt door Bibi van Leeuwen. Daarnaast hebben we iedere maand natuurlijk een toffe pin. Deze keer vind je het vorm van een zwaardje. Wat helemaal bij het boek past. Wat natuurlijk niet mag ontbreken. Is een super tof miniatuur zwaardje dat je kunt gebruiken als boekenlegger. Dat vind ik echt zonde van de pagina's. Omdat het van... Het voelt als een beetje van aluminium. Het is best wel... Kijk of ik op kan tikken, want het is natuurlijk maar
Een klein ding. Oh nee, het is... Het voelt harder als dat het is, maar dit is nog wel redelijk scherp. Als in, dan ben ik gewoon bang dat de pagina's gaan breken. Ik annoteer ook niet in boeken met sprayed edges. Ik annoteer sowieso niet als in met pen. Want ik vind dat... En doe wat je moet doen, hè. Maar ik vind dat echt een beetje heiligschennis. Schrijven in boeken. Oeh! En stickers plakken niet. Nee, maar die ene tabs die kun je er gewoon uithalen. En wat op de... Als bijvoorbeeld ook zo'n handtekening of zo. Die zet ik dan gewoon op de eerste bladzijde. Dus waarschijnlijk hier. En ik heb ook nou zo'n... tang. Komt nog vast een keer in een video terug. En die doe ik ook op die pagina. Dan mocht er iets vouwen of zo, dan vind ik dat niet zo heel erg. Ja, vind ik wel erg, maar minder als gewoon op een bladzijde waar veel meer tekst staat. Ja, dus de boekenlegger. Als je houdt van het annoteren van een boek, hebben we een leuk etuietje met toffe paarse pen voor je in de box gedaan. Ook zijn we niet vergeten een aantal huidige boektabs in de boekenboxen doen met Annotation Guide. Tot slot vind je in de box een coole tote bag met een tof paars design, helemaal in Powerless thema. We hopen dat je het net zo geniet van de box als wij, dus duik in de wereld van Ilja, denk ik. Lieve groetjes en veel leesplezier, team So Many Pages. Yes! Ik ben blij. Ik ben heel blij. hij moet even wachten, want ik ben echt... Ja, op het moment dat ik het film zitten we op 11 mei. En de dag begint met de buddy read. Want ik heb mijn boek voor de boekenweek, Caraval, heb ik uitgeleend. Want ik wil eerst iemand anders lenen voor de boekenclub. Lezen. Dus ik moet even wachten. Dus dan begin ik met mijn buddy read. Maar mijn buddy die read niet zo snel. Dus dan ben ik ondertussen een ander boek gaan lezen. En dat leest niet zo prettig. Als in, dat horen jullie allemaal in een andere video, maar het al is heel verleidelijk om een ander boek te pakken. Maar dat ga ik niet doen. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en tot ziens. Bye!